Ze zijn er nog, de echte ambachtslieden. Daarom met bij ons in een kijkje in hun Utrechtse werkplaatsen. Hubert Pellicaan blaast de laatste stofjes van zijn wijzerplaat. Aan de witte vrouwensingel ontwerpt en maakt hij zijn eigen horloges. Dit is een ontzettend wasselstukje wat ik nu aan het doen ben. Dat het ontiegende kleine onderdeeltjes zijn. Maar inmiddels is hij aardig handig geworden in het werken met die kleine onderdeeltjes. Als enige in Utrecht geeft hij zijn eigen horloges uit... Het doet het pas een goed jaar, maar al veel langer is Hubert bezig met uurwerken. Ja, ik vond dat altijd gewoon gaaf. Zowel technisch als qua, uh, qua uiterlijk. Omdat het toch het enige sieraad is wat een man mag hebben, eigenlijk. <tiek> en ik ben, heb natuurlijk altijd fascinatie voor techniek gehad. Voor uh, tandwielen uh, ja, en alle vormen van techniek, ook elektronica en uh, alles wat je daarbij kan voorstellen. En die fascinaties komen voor Hubert hierin samen. Als alle onderdelen er zijn, zet hij in een paar uur tijd een horloge in elkaar. Maar het juiste ontwerp... Daar ben je heel lang mee bezig. Dat duurt uh, weken, maanden, et cetera, om dat echt goed te krijgen. Zijn eerste zelfgemaakte horloge zette hij op marktplaats. En al na een week is er iemand... Die hem heel graag wilde hebben. En die kwam langs en die was echt helemaal enthousiast. Nou, dat is wel een heel speciaal gevoel hè, als dat gebeurt. En het blijft niet bij die ene persoon. Inmiddels heeft Hubert ruim 100 exemplaren verkocht en krijgt hij al bekendheid in het buitenland. Er is een, een horlogewinkel in Singapore die uh, per se mijn horloges in zijn winkel wil hebben. En uh, ik heb laatst zelfs een review in het Chinees gevonden over mijn horloges. Dat had ik niet verwacht. maken moet je begrijpen en kunnen. En je moet heel veel ervaring hebben, wil je er goed in worden. Dus dat betreft is het echt een ambacht. Je kunt het niet in een weekendje leren. Echt niet uh, waar je lang over doet. En daarom zou veel van Hubert's tijd in zijn horloges gaan zitten.